5. Wij zijn Europa. Ons Europa is een Europa dat werkt. Een Europa waarin de lidstaten door samenwerking sterker staan dan in hun eentje. Een Europa waarin vrijheid en rechtvaardigheid meer dan woorden op papier zijn, namelijk het fundament van onze gemeenschap. Dat Europa is deels gerealiseerd de afgelopen decennia, maar we zijn er nog niet. Terwijl de EU zowel in oppervlakte als qua bevoegdheden is gegroeid, hebben veel Nederlanders het gevoel dat hun Europa steeds verder weg is komen te staan. Ze vrezen de grip te verliezen op wat in Brussel wordt besloten of hebben het vertrouwen in de Europese samenwerking zelfs helemaal verloren. Discussies over hervulbare flesjes olijfolie in restaurants vervreemden zelfs de grootste voorstanders van Europa van de EU. Het draagvlak voor het Europese project kan alleen hersteld worden als deze kritiek gehoord en serieus genomen wordt. De P van de A gelooft in een toekomst van Nederland en Europa. Het zijn de landen zelf die bepalen hoe succesvol de Europese samenwerking nu is en in de toekomst zal zijn. De landen, regeringen en parlementen spreken ook samen af wat we Europees of juist nationaal willen regelen. De crisis en het crisisbeleid van de laatste jaren hebben aangetoond dat de huidige inrichting van de Europese Unie haar beperkingen kent. We willen andere accenten leggen in de aard en de doelstellingen van de EU: socialer, eerlijker, democratischer, efficiënter, effectiever en duurzamer. Om deze transformatie van ons Europa te bewerkstelligen, is een verdragswijziging nodig. Onze waardegemeenschap. De Europese landen delen een rijke gemeenschappelijke geschiedenis. Tegelijk laten de landen, hun steden en dorpen grote diversiteit zien, in bijvoorbeeld hun architectuur, kunst en landschapsinrichting. Die culturele rijkdom maakt Europa uniek en bijzonder, een continent om van te genieten en van elkaar te leren. Wat Europa extra bijzonder maakt, is dat het ondanks deze culturele verschillen, een gemeenschap van gedeelde waarden is. Dat maakt het ons Europa. Ons Europa waarin na een eeuw met wereld- en koude oorlogen nu vreedzaam wordt samengewerkt. In die waardegemeenschap staat centraal dat iedereen vrij is, gelijke kansen heeft en dat we onderling solidair zijn. Solidair niet alleen binnen onze grenzen, maar ook internationaal. Die waardegemeenschap staat onder druk. Zo zijn er in sommige lidstaten problemen met de persvrijheid, corruptieschandalen of wordt er gezaagd aan de fundamenten van de rechtsstaat. In een gemeenschap spreek je elkaar hierop aan. Ons Europa is in staat om deze problemen te bestrijden. De fundamentele vrijheden waarvoor de Europese Unie ooit is opgericht, worden zo ook in de toekomst gewaarborgd. Het is moeilijk gebleken om landen aan te spreken op het niet naleven van mensenrechten, democratische principes en rechtsstatelijkheid. Daarom komt er een robuust instrument om de rechtsstatelijkheid te bevorderen. Monitoring vindt plaats op basis van een aantal duidelijk meetbare criteria. Het instrumentarium om landen aan te sporen of te straffen wordt uitgebreid. We moeten beter gebruik maken van onze mogelijkheden om lidstaten aan te spreken op de wijze waarop ze afspraken over gelijke behandeling naleven, bijvoorbeeld op het gebied van stateloze minderheden, zoals Roma en Sinti, en discriminatie op basis van seksuele voorkeur, LHBT. We zetten ons in voor erkenning van LHBT-partnerschappen en huwelijken in heel Europa. Alle verschillen in arbeidsrechten en beloning tussen man en vrouw worden afgeschaft. Zo spreken we met elkaar af dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in elke lidstaat wordt verminderd met minimaal 2% per jaar. In het Europese parlement zijn mannen oververtegenwoordigd. De P van de A vindt dat ieder volksvertegenwoordigend orgaan, dus ook het Europese parlement, een afspiegeling hoort te zijn van de maatschappij. Het is tijd voor een duidelijke keuze voor diversiteit in heel Europa. Niet top-down, omdat het moet van Brussel, maar in dialoog met overheden, bedrijfsleven en academische sector. Een citaat van Ries Kamphof. De Europese Commissie moet sancties op niet-naleving van fundamentele rechten in lidstaten kunnen toepassen, niet zo slap als bij Hongarije. Mee met de tijd. Om met elkaar verder te kunnen, moeten Europese instellingen de rol of rollen die ze toegewezen hebben gekregen ook daadwerkelijk uitvoeren. Uiteraard met inachtneming van en respect voor de geldende regels. Met alle voorgaande hoofdstukken en de daarin genoemde punten in het achterhoofd, zijn wij van mening dat de vorm en architectuur van onze instellingen niet meer van deze tijd zijn. De Europese Commissie moet slagvaardiger en dus drastisch worden afgeslankt, tenminste de helft kleiner. Tot die halvering gerealiseerd is, maken we een onderscheid tussen tien senior-commissarissen die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste beleidsterreinen en nieuwe voorstellen kunnen doen, en de overige commissarissen die zich concentreren op de uitvoering van beleid. Voor de samenstelling van deze verkleinde Europese Commissie. Wordt een roelerend lidmaatschap ingesteld dat wordt toegepast op alle Europese lidstaten op voet van gelijkwaardigheid. Bestaande organen en agentschappen worden onder de loep genomen en waar dat kan, samengevoegd, hervormd of afgeschaft. Om transparantie te bevorderen, stellen we een verplichte jaarlijkse registratie en monitoring van alle lobbyisten van het Europees Parlement. De Europese Commissie en de Europese Raad voor. Ook het openbaar en online toegankelijk maken van vergaderstukken en stemmingen draagt hieraan bij. Het enquêterecht van het Europees Parlement wordt versterkt. Het Europees Parlement kent nu twee vergaderplekken, Brussel en Straatsburg. Dat vinden wij niet efficiënt, zonde van het geld en niet bevorderlijk voor het milieu. Wij pleiten voor één vergaderplek van het Europees Parlement, waarover de leden zelf kunnen stemmen. De Partij van de Arbeid wil af van de vaste dagvergoeding voor Europarlementariërs. In plaats daarvan moeten ze alleen daadwerkelijk gemaakte kosten voor verblijf, zoals hotelkosten in Brussel of Straatsburg, vergoed krijgen. Er zou bovendien een limiet aangesteld moeten worden die substantieel lager ligt dan de huidige vergoeding. In tijden waarin we van iedereen vragen om sober te zijn, moeten Europarlementariërs het goede voorbeeld geven. Een vaste vergoeding voor iedere dag dat een Europarlementariër intekent in het parlement is niet meer van deze tijd. In een tijd van crisis moeten juist politici sober en dienstbaar zijn. Dat betekent dat ze voor iedere euro een bonnetje moeten kunnen overleggen. De verantwoording en controle op deze uitgaven moet versterkt worden. Ook pleiten we voor een Europese balkenende norm voor de publieke sector en Europese instellingen. Salarissen van Europese ambtenaren lopen uit de pas met nationale ambtenaren, daarom pleiten wij voor loonmatiging van EU-ambtenaren. Er komt ruimte voor nieuwe gezichten, desnoods door al dan niet tijdelijke quota en affirmative action, onder andere door de diversiteit in benoemingscommissies te garanderen. Om de doorstroom van frisse gezichten en nieuw talent te garanderen, pleiten we bovendien voor een maximumtermijn van maximaal 10 jaar voor Europarlementariërs en Eurocommissarissen. Onze stem in Europa Laten we de huidige crisis gebruiken om samen met elkaar, met de geleerde lessen in het achterhoofd, Europa weer op de rails te krijgen en het verloren vertrouwen terug te winnen. Democratie betekent dat je stem gehoord wordt, dat politiek debat en informatie toegankelijk zijn voor iedereen en dat de verkiezingen meer dan nu ergens over gaan. De oplossingen hiervoor liggen niet alleen in Europa, ook onze nationale politici hebben hier een belangrijke rol in te vervullen. Om het politieke debat over Europa dichter bij huis te halen, wordt de afstemming tussen nationale en Europese parlementariërs versterkt. Vertegenwoordigers van de nationale parlementen kunnen in zogenaamde subsidiariteitscommissies besluiten dat de Europese Commissie voorgestelde wetgeving in moet trekken of moet verbeteren. Bij een verdragswijziging worden de mogelijkheden voor de introductie van een vorm van een dubbel mandaat onderzocht. Het Europees parlement krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie. De nieuwe voorzitter dient dus de steun van een meerderheid van het Europees parlement te hebben. De Europese sociaaldemocraten zullen hiervoor steeds een gezamenlijke kandidaat nomineren. De begrotingscyclus wordt aangepast aan de verkiezingscyclus, zodat de meerjarenbegroting van de EU door het nieuw gekozen Europese parlement wordt vastgesteld en de begroting daarmee beter de voorkeuren van de kiezers kan weerspiegelen. Europa dichterbij brengen begint bij onszelf. Daarom richt de nieuwe P van de A Eurodelegatie een ombudsteam op, in navolging van de vele P van A ombudsteams lokaal en in de Tweede Kamer. Bij dit ombudsteam kunnen mensen met al hun vragen over Europa terecht. Tijdens de komende Europese parlementsperiode wordt het initiatief genomen tot een verdragswijziging. De beginselen en ideeën in dit verkiezingsprogramma zijn daarbij voor ons leidend. Een verdragsherziening kan aan de bevolking worden voorgelegd in een referendum. De nieuwe initiatiefwet, die mede tot stand is gekomen door de P van de A, maakt dit mogelijk. Een citaat van Doret: Verbeter de samenwerking tussen Europees parlement en Tweede Kamer. Breng Europa naar de Tweede Kamer. Maar zeker ook omgekeerd. Een citaat van Ries Kamphoff. Introduceer een dubbel mandaat. Parlementariërs die part-time in de Tweede Kamer, part-time in het Europees Parlement zitten. Een citaat van Maruschka Gijsberta. Meer jarenbegroting EU moet door elk Europees Parlement kunnen worden vastgesteld. Besluitvorming hierover om de vijf en niet om de zeven jaar.